Ja, we hebben inderdaad een volle bak, want we gaan natuurlijk weer lekker koken. Want ja, wat zetten we nou toch op tafel met de kerstmis? Kerst in Flevoland. Ik zeg gewoon een tosti. Gewoon met kerst en tosti? Ja. Nou, ik denk dat dat een belediging is, of niet? Ik denk het wel inderdaad. Ja, toch? Ja. Doen we dan ook niet. Maar jullie hebben waarschijnlijk wel een goed idee voor ons. Staat dat bij Lands End op de kaart in de ronde? Tosti? Dat gelukkig wel, ja. Ja? Ja, ja. Wij zijn heel erg breed, zeg maar, met ons menukaart. Mm-hmm. En toch niet met kerst? Niet met kerst natuurlijk. Dat bedoel ik. Je vraagt of het op de menukaart staat. Ja, dat is waar. Ja. Wel. Ja. Alleen ja, met kerst hebben wij dit jaar hebben we kalfsucade op menu staan. Maar wat ik vandaag hier ga maken voor jullie is een lamskotelet. Of lamsrack is het eigenlijk. Ja. Vind ik persoonlijk zeg maar heel erg toegankelijk met kerst. Mm-hmm. Dus ja, daar ga ik jullie vandaag mee verrassen. Wat is het verschil tussen een lamskotelet en een lamsrek? Een lamsrek is een hele rek en daar snij je de kotelet. Precies, ja. Ja. Ik wou het zeggen, ja. Dat is toch hetzelfde, ja. Ja. En je hebt ook iemand meegenomen. Het is, eigenlijk is het andersom, hè? Nou, samen. Ja, jullie zijn samen gewoon niet. Ja, er staat nog iemand in de keuken ook alvast. Een collega van jullie, wie is dat? Ja, dat is een toekomstig collega van mij. Een toekomstig collega? Wij hebben samen gewerkt. Dus oh. Is een potentiële... Hangt van vandaag af. Ja, precies. Ja. Nou, dan. Vandaag draait hij mee. Maar wie zijn jullie? Ik ben Tamara, voorbij. Wij zijn sinds 1, met mijn collega's zijn wij sinds 1 oktober de uitbaters, de nieuwe uitbaters van Lands End. Ja, het bestond al, het was even dicht. Ja. Ja. En ja, wij proberen daar weer leven in te brengen. Het is een tijdje dicht geweest, wat heel veel mensen denk ik ook wel weten. Mm-hmm. Heel veel mensen weten ook nog niet dat we weer open zijn. Maar vanaf 1 november zijn we officieel geopend. En ja, we willen weer proberen om daar een bruisende omgeving van te maken. En dat iedereen daar weer naartoe kan komen. Hoe zijn jullie daarmee in contact gekomen met Lands End? Waar komen jullie vandaan? Ik kom zelf uit Almere. En we waren op zoek naar nieuwe kantoorruimte. Oh. En ja, een apart verhaal. Ja. En toen zei iemand van, nou, ik heb hier wat. Maar is dit niks voor jullie? En toen, ja, Lands End zat er dus zeg maar omheen. En toen hadden we zoiets van, nou, die locatie is natuurlijk fantastisch. Mooie kantoorruimte, zit een keukentje bij. Uitzicht. Ja. En nou, gewoon echt een fantastische locatie voor een restaurant natuurlijk. En daar hebben we heel lang over nagedacht. En toen dachten we, nou ja, als je hier niks van kan maken, ja, dan ja, dat zou wel jammer zijn. Ja. En ja, wij willen die uitdaging, die zijn we aangegaan. Ja, maar hadden jullie wel wat research gedaan? Want het was ja, dicht gegaan daarvoor. Ja, jawel. Ja. En helaas hebben we helemaal geen informatie over hoe het hiervoor was. We hoorden alleen maar van gasten, heel veel, gelukkig. En die zijn ook allemaal positief kritisch en ook gewoon kritisch. En nou, die vertellen gewoon hun eigen ervaringen ook ermee. En daar, ja, vanuit daaruit bouwen we een beetje. En proberen we wat van te maken. En dan hebben we natuurlijk een fantastische kok. Die, kennen jullie elkaar al? Ja, we via via. Oh, oké, okay. Ja, jullie zijn via via aan elkaar. Ja, en jij bent, ja. Wat is je naam? Ik ben Azer. Ja, Azer. En jij bent... 28 jaar. Ja. Waar ben je geïnteresseerd in? Ja. Wat zijn je hobby's? Nee. Worden koken waarschijnlijk dan natuurlijk ja, wel. Ja, ja. Want jullie zijn via via ook ben jij bij Tamara terecht. Een bepaalde netwerk inderdaad. En ik ben zelf al vanaf mijn 16e loop ik rond. Vandaar 28. Vanaf mijn 16e loop ik rond in de keuken, zeg maar. Ik heb bij de Franse keuken gewerkt. Italiaans, Aziatisch. Dus ervaring... En wat voor keuken heeft Lands End gekregen? Wij zijn eigenlijk met een nieuw concept gekomen. U vroeg net of wij bewust waren van het verhaal, zeg maar, van het vorige gebeuren en zo. Maar we hebben ons eigen concept, uniek concept. Dus, en wat is dat concept? Dat is gewoon gemengd gerecht, zeg maar, van allerlei keukens, zeg maar. Dus van Aziatisch tot Frans, Italiaans, Mediterraans, zeg maar. We hadden het net zo goed ratatouille kunnen eten, dus. Bijvoorbeeld, ja. Nee, maar dat is redelijk uniek. En de locatie zelf is ook... ja, het is eigenlijk een heel goed locatie. En dan moet je eigenlijk zoveel mogelijk mensen aanspreken. Weten de mensen jullie al te vinden? Ja, via via wel. Er komen nog steeds mensen binnen die niet weten dat we open zijn. We hebben het even laag, eventjes rustig gehouden, omdat het nog niet af is. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Ja. Dus we hebben niet gelijk het aan de grote klok gehangen van we zijn open. Maar ja, kijk, nu ik hier zit en wij hier zitten, kan het heel goed zijn dat mensen nu ook zeggen, oh, het is weer open. Dus we zijn het weer langzaam aan het opstarten. Maar met de kerstdagen, zit je dan al vol? Of zeg je van, nou, daar kan nog een reservering bij? We gaan al richting vol. Ja, brunch is aardig vol en de
diner, daar is nog ruimte, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dus, maar we gaan niet als hoe het hier vorige jaar is met honderden schenen. Dus dat er wel honderden mensen met de brunch waren. Dat gaan we ook niet doen. Dat willen we onszelf ook niet aandoen. En de gasten ook niet. En de gasten gaan we ook niet aandoen. Ja, dat gaan we willen het wel rustig insteken. Hoeveel mensen kunnen erin dan? Voor hoeveel mensen heb je plaats dan in het restaurant? Als ik het mag geloven, gauw voor 200 man. Zo, maar dat is behoorlijk, hè? Ja. Een groot restaurant. Ja, het is echt heel groot. Ja. Maar we hebben het niet zo ingericht dat er nu 200 mensen kunnen zitten. Dat willen we ook niet, want we willen de ruimte juist. Ja, precies. Voor iedereen. Weet je wat ik tegenwoordig... Dat is een soort trend in restaurantland, dat je allemaal heel kort op elkaar zit. Heel dicht. Dat als je een intiem gesprek wil voeren of zo, dan heb je altijd een beetje ongemak. Je altijd mee te luisteren. Ja, dat denk je dan. Dat is waarschijnlijk helemaal niet zo. En dat willen we echt niet. Nee, dat willen we ook niet. Voor mij is het altijd de reden om te zeggen, nou, dan laten we maar ergens anders gaan. Maar automatisch gaat ook jouw blik af en toe wel eventjes naar de buren of naar de andere kant van de tafel. Klopt. En daar voel je jezelf toch een soort van, oh, kom maar opgeladen. Ja. Ik zit je aan te kijken, ik zit op je bord te kijken of zo. Ja, precies. Nou, dat gaat al heel snel. Dus, en dat willen we eigenlijk ook helemaal niet. Nou. Dus, wat is nou jullie ultieme pluspunt? Dat je zegt van, kijk, daarvoor zijn wij juist nu zo eigen in Lands End. Precies, omdat we onszelf zijn. Wij willen eigenlijk het zelf doen zoals wij het denken, hoe we het willen. We passen ons heus aan. We zijn heel erg gevoelig voor kritiek. Ja, er zullen ook heel veel mensen met etiketten natuurlijk komen. Ja, zeggen, absoluut. En dat nemen we allemaal mee. Alles wordt besproken, ook in de keuken. Ieder bord wordt eigenlijk wel, zeg maar, besproken van, waarom is het niet op? Of vraag het aan de gasten en dan zeggen die weer wat. Dus we gaan alle kanten... Dus Mark en ik kunnen rustig... Wat ons ook bijzonder maakt, is zeg maar dat wij... dus wat ik al net zei, van bepaalde culturen, Italiaans, weet je wel. Ja. Frans keuken, Aziatisch keuken. Dat wij, zeg maar, typische gerechten, zeg maar, die daarbij hoort, zeg maar, die nemen we, die hebben wij, zeg maar, op menukaart staan en die hebben we helemaal omgetoverd in een nieuw jasje, zeg maar, in de tijd van nu. Net even anders. Net even anders, inderdaad. Qua opmaak, qua de smaaksensatie, zeg maar. Dus, maar je maakt ons nu heel erg nieuwsgierig. Eigenlijk wel leuk natuurlijk ook. Je moet niet kijken wat je eet, je moet proeven wat je eet. Want wat wij in Nederland kennen is... wat een boer niet kent, dat fret hij niet. Dat bedoel ik. Precies. Dus wij hebben je kunt rustig iets eten dat je denkt, hartstikke lekker. Maar dat je dan later hoort wat het is, dan denk je, oh nee, dat heb ik van tevoren nooit gekozen. Nee. Dus wij hebben geen agra-kadabra, zeg maar, op de menukaart staan. Het zijn echt gerechten van die iedereen, meeste mensen kennen. Zeg maar. Ja. En die ook lekker wordt gevonden, zeg maar. Ja. En dan bij ons, als je het dan geserveerd krijgt, dan ben je in eerste geval dan denk je van, wow, wat een opmaak, wat een presentatie. Nou ja, ik zou zeggen, ga lekker naar de keuken. Maar dat zegt natuurlijk wel tijd. Je begrijpt natuurlijk dat je de lat hoog legt nu voor je. Ja. Komt helemaal goed. Kerst in Flevoland. Ah, jawel. Het is kerst in Flevoland. Er wordt druk gekookt en Arnoud hebben we even naar de keuken gestuurd. Arnoud, hoe gaat het daar met Azer? Ja, zoals je hoort, ik ben al eventjes bezig. Ik ben natuurlijk heel erg druk in de weer. Ik denk, laat ik de jongens eventjes helpen en zo. Nee, je moet niet zien wat ik doe, want ik doe eigenlijk gewoon helemaal niks. Ik heb alleen maar even een mes in de handen genomen. Ik in de keuken, dat is op sommige momenten is dat een goede combinatie. Als het over pannenkoek en een gebakken eitje gaat. Maar als het over echt culinaire dingen gaat, moet je niet met mij aankomen. Maar daarvoor hebben we Azer vandaag. Azer, de lamsrek. Nou ja, daar zien we het vlees natuurlijk al liggen. Ja, even in de microfoon, hè, het radio. Ja, dus hij ligt hier eventjes te marineren, zeg maar. Ik heb zout en peper op gedaan en dan wachten totdat het een beetje in het vlees trekt. Ja, als je tegen mij zegt marinade, dan denk ik gelijk aan zo'n zakje waarin het bruin wordt. Maar het is nog blank. Waar heb je het mee ingesmeerd? Gewoon zout en peper, zoals ik net zei. En that's it, eerst. Oh, dat is ook gewoon marineren? Ik denk altijd met kruiden en zo. Ja, maar dat zijn ook kruiden, toch? Zout en peper. Nu je het zegt, kijk, daar gaat het dan mis met mij in de keuken natuurlijk ook. En hier ben ik bezig met klaarmaken van de glaze, zeg maar. De glaze? Glaze, voor de luisteraars en de kijkers thuis. Wat het inhoudt is... het is niks meer dan eigenlijk een bouillon. Helemaal uitgekookt, totdat al het vocht eruit is. En die bouillon, ja, dat maken wij zelf, zeg maar, van de lamsvlees. De restjes eigenlijk, wat er overblijft, die je normaal gesproken weg zou gooien. Maar een echte kok, die chef-kok, die gooit liefst niks weg. Dus in principe is het gewoon een bouillon, uitgekookt, al het smaak blijft over. En dan voegen we later nog een muntaroma aan toe. En brengen we het nog verder op smaak. En dan, wat ik zo leuk vind, is dat die verschillende kleurtjes aan groenten. We hebben het laatst gehad dat we gele bloemkool hadden. Jij hebt hier paarse bloemkool liggen. Gaan de mensen daar niet raar van opkijken? Nou, nee. Want het is redelijk exclusief. Redelijk duur, zei ik net tegen iemand, maar die vond het niet duur. Alleen als je het vergelijkt met een gewone bloemkool, hij is bijna 5 keer zo duur. Dus het maakt het net iets exclusiever. Ja. Qua opmaak is het ook mooi, dat variatie in kleur, zeg maar.
En ja, en de smaak... het is ook beter dan gewoon een bloemkool, anders word je bij, opgelicht waar je bij staat. Dus ja. Hij komt zijn prijs wel na, zeg maar. Lamsrek, lamskoteletjes. Ja. Wat is de tip, de truc om lamskoteletjes of een lamsrek echt lekker op smaak te brengen en goed te kunnen presenteren? Smaak, dat is natuurlijk... Ik ben zelf van heel neutraal, zeg maar. Als ik zelf, zeg maar, rood vlees bereid, dan zorg ik ervoor dat zeg maar, redelijk neutraal blijft. Dat je het vlees zelf ook proeft. Dus vandaar dat ik hier alleen maar zout en peper op heb gedaan. En wat heel belangrijk is bij rood vlees, als je hem klaarmaakt, is dat, dat de vlees, zeg maar, eerst op kamertemperatuur komt. En dat is echt een trick. Want als je het van koud op een hittebron gaat leggen, dan schrikt alles, dan gaat alles dichttrekken. En daar hou je geen mals vlees aan over. Ja, dat willen we niet, dat alles dichttrekt natuurlijk ook. Hè? Een handigheidje is dat het vlees, zeg maar, op kamertemperatuur komt. En dan straks ga ik het goudbruin bakken in een pannetje. Om de kruiden, zeg maar, in te laten trekken. En vervolgens gaat het in de oven voor 90 graden kwartiertje lang. En daarna wordt het uit de oven gehaald en nog eens 10 minuten in een dichte ruimte laat ik het rusten. Waardoor al het sap weer terugtrekt in het vlees. En dan heb je echt een optimaal mals rood vlees, zeg maar. Het is wel een beetje een gerecht dat je op eerste kerstdag klaar moet maken om op tweede kerstdag te kunnen eten, of niet? Nee, juist niet. Juist niet. Nee, ik maak ook maar een grapje. Ik hou niet van stampotjes, gewoon een stoofpotje en zo. Bij mij is het gewoon puur gewoon vers vlees en dan binnen een kwartiertje, zeg maar, dat het op het bord komt, gepresenteerd wordt. En dat je gewoon al het versheid nog kan proeven, zeg maar. Ik ben persoonlijk niet van stoofpotjes en allerlei gebeuren. Bij mij moet alles binnen een half uurtje op het bord liggen en dan, lekker eten. Precies, dan heb je beste smaakervaring, zeg maar. Nou, we hebben al radio, we hebben televisie. Het is alleen jammer dat we nog geen geurtelevisie hebben of geurradio. Want het ruikt hier nu al heerlijk. Jouw collega Alwin is ook al druk bezig met het opmaken van de borden. Ik kan bijna niet wachten. Het recept, mochten de mensen dat graag willen, het staat bij ons op de website. Dus als je nog een leuk idee wil hebben, dan ga daar maar eventjes heen. Ik sta zo lichtelijk aan te branden aan de achterkant. Dus ik ga gewoon even een stapje naar voren toe, Marco. Ja, terwijl iedereen hier binnenkomt lopen, tenminste iedereen, de koks en Tamara ook natuurlijk. Nou, die mogen eigenlijk wel binnenkomen lopen, wat mij betreft, op deze manier, hoor. Het voorgerechtje was ook al heel erg lekker, hè? Echt heerlijk mooi op zo'n lijntje, vind ik ook altijd leuk al. Ja, vind ik ook heel mooi. Pokken herrie, maar het is wel leuk. Ja. Jij hebt het ook voor je staan, het is de lamsrek, leuk met die bloemkool ook. Hij heeft iets mindere paarse kleur nu ook gekregen. Hij is een beetje blauw nu ook, maar op een gegeven moment maakt hij niet meer uit, joh. Dat is wel lekker, hoor. Heb je al een hapje genomen? Nee, dat gaat natuurlijk niet. Ik heb altijd geleerd dat je niet met een volle mond mag praten. Zo kan dat niet. Neem jij anders gewoon even een hapje. De puree gewoon. Tamara, kun je nog eventjes bij de microfoon... De aardappel. Ben je een beetje tevreden over wat de mannen hebben gemaakt? Ja, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb het gisteren geproefd. Ja. Ja. En, je zit er nog. Ik zei... dat was gewoon goddelijk. Het was heerlijk. Ja. Echt zalig. Ja, was echt alles perfect gewoon. Nou. Dus nu zat er natuurlijk iets meer tijd, druk achter. En, maar het is lekker, echt, echt subliem. Het voorgerecht was ook al heerlijk, moet ik zeggen. Ja. Als je nog wat wil zeggen, kan het in die microfoon. Want anders is radio, anders horen mensen je niet. Ben je ook blij met hoe het allemaal was, de keuken en zo, Aze? Ik ben er minimaal blij mee, ja. Oké, okay, goed zo. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Jongens, ik hoop dat jullie vol gaan zitten met kerst. Dank je wel. Mensen kunnen nog reserveren, neem ik aan, via jullie website. Of, ja, wat is bellen. Jullie... Ja. Ja, wat is de website? www.lans-end.nl. Staat ook het telefoonnummer op, staat het kerstmenu op, staat ons gewone menukaart staat erop. Volg ons op Facebook. Nou ja, alles wat je kan bedenken, dan komt allemaal leuk. Goed. Ja, wanneer komen jullie weer? Ja, morgen hebben we ook nog lunch natuurlijk. Nou ja, komen jullie eens een keertje langs, dat is misschien ook eens absoluut. Een keer leuk. Absoluut. Ja, ja, een uitzending in Lans-End is misschien nog wel leuk om te doen. Dat is misschien wel een leuke locatie-uitzending. Elk uur een ander gerecht. Tot morgen.